Groep 7 en 8 van basisschool De Terebint in Wamel doet mee aan de e-waste race. Als ze winnen, mag de hele klas naar Nimo. Iets doen aan duurzaamheid dat ook nog eens zorgt voor vermindering van kinderarbeid. Op basisschool De Terebint in Wamel is groep 7 en 8 momenteel volop bezig met de e-waste race van de Afrika Rivierenland. De leerlingen verzamelen oude en kapotte apparaten die gerecycled kunnen worden. De klas die de e-waste race wint, mag een dagje naar Museum Nimo in Amsterdam. Thijs, wat mogen ze allemaal inleveren? Eigenlijk... heel veel elektrische apparaten, maar dan niet zonder accu of batterijen, want dat is met brandgevaar. En wat gooi jij er nu in? Ik gooi twee koptelefoons in en nog een strijkijzer. We vinden het heel belangrijk om de kinderen bewust te maken van de consumptiemaatschappij waar we in leven. Daarom hebben we besloten om met de e-waste race mee te doen. En kinderen zo inzicht te geven in wat is een consumptiemaatschappij? Wat kunnen wij daaraan doen? Hoe kunnen wij helpen? Hoe kunnen we andere mensen bewust daarvan maken? En wat betekent het voor de landen in de wereld om ons heen? En met name, zoals jullie al zagen, de kinderarbeid waar ze toch wel heel erg van schrokken. Jullie hier gaan zo dadelijk een poster maken. Waarom gaan jullie een poster maken? Nou, eigenlijk om iedereen te laten weten dat wij meedoen met de e-waste race. En dat we heel graag goed voor de wereld willen zorgen. En dat mensen niet zoveel apparaten meer gaan weggooien. Want, we willen stoppen dat kinderen... Wat wil je stoppen? Dat kinderen niet in mijnen werken. Want van alle stoffen krijgen ze giftige stoffen. En dan kunnen ze heel veel nierenpijn krijgen en zo. Dus wij willen apparaten inleveren die kapot zijn om ze te laten maken... En opnieuw te laten verkopen. En dan hoeven die kinderen dus niet meer de mijnen in? Ja, dat willen we wel ophalen. De kinderen proberen om heel Wamel erbij te betrekken. Nou, niet alleen Wamel. We gaan ook richting Beneden Leeuwen, richting Dreumel. We gaan naar de winkels, we gaan naar het gemeentehuis, naar de bibliotheek. Kinderen zijn nu druk bezig om posters te maken. Om de mensen om aandacht te vragen voor ons project. En de mensen te vragen om ons te helpen om zoveel mogelijk spullen te verzamelen. Vorig jaar kwam hij nog in het nieuws omdat hij de grootste meerval van de Benelux gevangen had. En nu heeft Nijmegenaar Paul Breems helemaal zelf de Waalbrug op schaal nagebouwd. Hij kwam 2 jaar geleden met het idee en nu is het eindelijk af. Ja, ik heb de Waalbrug gemaakt op schaal. En dat is een project wat eigenlijk al 2 jaar in mijn hoofd speelt. Toen heb ik maar een constructie ontworpen dat ik hem bij mijn thuis aan de muur kan hangen. Met ledverlichting erachter. En ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, zoals je ziet, hij staat hier en helemaal van staal gemaakt. En eigenlijk doe ik net pas een jaar lassen of zo. Dus dat vind ik eigenlijk best wel knap wat ik gemaakt heb. En natuurlijk, ik vind mezelf ook een beetje next level. Want ja, iedereen heeft die foto van de skyline van Nijmegen. Maar ja, ik wou net weer iets anders. Ik wou hem 3D eigenlijk aan de muur hebben hangen. En ja, dat heb ik nou gerealiseerd, zeg maar. Paul is geboren en getogen in Nijmegen en onder andere zijn liefde voor de stad zorgde ervoor dat hij de brug besloot te bouwen. Dus als je dan bij mijn thuis binnenkomt en dan kijk je, ja, dan hangt daar die Waalbrug aan de muur. Ja, dat is gewoon goud. Dat is gewoon vet. Ja, natuurlijk de eerste Nijmegenaar die zoiets gerealiseerd had. Hè? Ja, ik ben trots op Nijmegenaar. Dat zit in het hart. Hè? Ja, zoals je ziet, het resultaat mag er wezen, vind ik zelf wel. Dus eigenlijk ben ik best wel trots op, ja. Gek genoeg kwam Paul midden in de nacht tot een belangrijke conclusie voor zijn project. En op een gegeven moment liggen mijn naast aan de kweer. Ja, ik zeg, ik heb het. Ja, wat heb je? Ja, mevrouw, die zei, ja, ik zei, laat maar. Ja, dus die ging weer verder slapen. En s'nachts om 1:30. En dan had ik op een gegeven moment had ik het snijpunt. Dus dat, ja, hart op hart van die... Ja, van die pilaren, zeg maar, snap je? Dus de hoogte, zeg maar, van de brug vanaf het wegdek tot de bovenkant van de boog. En dan wist ik dat dat 34 of 35 meter uit mijn hoofd is. Ja, en dan ga je hem op schaal maken natuurlijk. Want ja, ik wil hem natuurlijk wel zo goed als helemaal namaken. Ja, helemaal 100% krijg je dat niet voor elkaar. Maar het is wel zo gedetailleerd mogelijk is die nagemaakt, ja. Zo'n 3D-waalbrug zou iedere echte Nijmegenaar wel willen hebben.
Ondanks dat is hij absoluut niet te koop volgens Paul. En mij gaat het ook om die lekkers, man. Ik wil die Nijmegenaar zijn die de Waalbrug gebouwd had. Die de grootste vis gevangen had van de Benelux. Ja, die lekkers wil ik hebben. En dat duurt veel langer als geld. Want geld ga je één keer mee naar de winkel en dan is het op. En met dit niet. De opvang van Oekraïense vluchtelingen in sporthal De Tinnegieter en later op het Asdonkterrein heeft de gemeente Beuningen in 2022 samen 3,2 miljoen euro opgeleverd. Aldus een woordvoerder. Ook over afgelopen jaar wordt een overschot verwacht. De gemeente maakt al plannen om de Oekraïners te kunnen herhuisvesten als de tijdelijke opvanglocatie Asdonk stopt. De gemeente Beuningen organiseerde in 2022 tijdelijk crisisopvang in sporthal De Tinnegieter, waar plaats was voor 65 mensen uit Oekraïne, veelal gezinnen met kinderen. In de zomer van dat jaar werd gestart met de bouw van chalets voor noodopvang op het Asdonkterrein aan de Van Heemstraweg. Sinds die tijd verblijven daar tussen de 220 en 240 Oekraïense vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar. En dat overschot aan geld kan wellicht goed worden ingezet voor de sport padel. De gemeente Beuningen bekostigt namelijk de volledige aanleg van padelbanen bij tennisverenigingen. Als alle tennisverenigingen de maximale aanvraag doen voor de aanleg van padelbanen, dan moet de gemeente ongeveer 990.000 euro op tafel leggen. Dat zet in het beleidskader padel, waar de gemeenteraad op dinsdag 5 maart een besluit over neemt. Het beleidskader biedt de gemeente, tennisverenigingen en omwonenden van padelbanen duidelijkheid hoe om te gaan met initiatieven voor padel binnen de gemeente Beuningen. In de gemeente Bergendal zijn alle plannen voor duurzame energie momenteel volstrekt ontoereikend om klimaatneutraal te kunnen worden. Volgens het college is de schatting nu dat ze nog niet aan de helft zitten van wat nodig is. Als ze kijken naar alle plannen bij elkaar, dan is hetgeen dat nu wordt opgewekt en de plannen die in de pijpleiding zitten niet genoeg om straks klimaatneutraal te kunnen zijn. Uit een onderzoek komt naar voren dat een meerderheid van de inwoners wil doorgaan met de grootschalige opwekking van duurzame energie. Iets meer dan de helft vindt dat de gemeente daarbij ook moet kijken naar windmolens. Zo'n 40% is daarentegen geen voorstander van windmolens en 5% twijfelt. Ze slaan 2 vliegen in 1 klap bij de bakkerij van Tweschertaarten in Nijmegen. Het bedrijf zet zich enerzijds in tegen voedselverspilling door afgekeurde etenswaren te gebruiken als basis voor hun banket. En tegelijk biedt de bakkerij werk aan migranten die zo hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Bij Tweschertaarten maken we plantaardige taarten en die maken we van reststromen. Dus dat zijn producten van boeren en verwerkers die overblijven of weggegooid worden. Dus dat zijn bijvoorbeeld wortels van verwerkers die niet mooi meer zijn. Of bananen die afgekeurd zijn of rood fruit wat als overschot niet meer kan worden verkocht. Bijvoorbeeld de sinaasappels waar wel de schil voor wordt gebruikt, maar de vrucht zelf niet. Ja, die gebruiken wij allemaal en dan proberen wij om bij elke taart zo'n 30% van de taart te laten maken van die producten. En vervolgens zoeken wij daarbij hele duurzame andere ingrediënten, zoals Nederlandse, Gelderse zelfs, tarwe en granen en Gelderse noten. We verpakken alles zo duurzaam mogelijk en we rijden alles elektrisch naar de klanten. Naast verschillende duurzaamheidsfactoren, zoals het tegengaan van voedselverspilling, helpt Tweschertaarten migranten door het aanbieden van werkplekken en de mogelijkheid tot waardevolle werkervaring in de vorm van een stage. Dus wij proberen een mooie plek te zijn waar dat mensen die in Nederland komen en die gevlucht zijn, hun werk kunnen vinden en een opstapje krijgen naar de arbeidsmarkt. Vroeger, 1 jaar, ik heb gezocht voor werk. Maar niemand accepteren, want mijn taal niet genoeg. Ik heb gehoord over Tweschertaarten helpt mensen, nieuwe of buitenland. Ik altijd aardig, niet boos, niet lachen, dat ik vind leuk, ja. Maar vroeger als iemand lachen of iemand boos, ik vind het moeilijk, maar hier altijd geduld, aardig, ja. Ondanks de mooie resultaten is er nog voldoende succes te behalen. Ja, ons doel is om zoveel mogelijk impact te maken. Daar draait bij ons eigenlijk alles om, dus zowel sociaal als duurzaam. En dat willen we doen door grotere klanten te gaan bereiken.
En het kan met het mooie pand dat we hebben. We kunnen heel veel taarten bakken en dat hopen we ook nog te blijven doen in de toekomst. Vandaag is dan eindelijk de meteorologische lente begonnen. En hoewel het weer dit nog enigszins verbergt, worden bij verschillende boeren alweer de eerste lammetjes geboren. Voor we verder gaan met het weerbericht, nemen we even kort een kijkje bij een boer in het dorpje Puiflik. Nieuwe schapen, ondanks de blauwtong. Want veel boeren zijn gestopt, er zijn minder schapen. Van de blauwtong heb ik hoogwaarschijnlijk geen last gehad. Het is allemaal niet met zekerheid te zeggen. Maar tot nog toe, zoals de lammen eruit zien, is dat geen enkel probleem. Ook landelijk wordt doorgegeven dat er met de blauwtong tot heden toe geen problemen zijn. Dus alle drachtige schapen zijn goed bevallen? Tot nog toe zijn alle drachtige goed bevallen. Hier langs liggen de schapen dus die tussen nu en een dag of zeven komen. Ja, dit waren twee voorlopers. Ja, dat is verder prima verlopen. En ze zijn hoe oud? De oudste is nu een week en deze zijn twee dagen. Het is nog misschien te koud om naar de wei te gaan? Ja, we moeten het eerst een beetje opdrogen en de temperatuur mag wel iets omhoog. Maar als het 10 tot 10 graden is en de zon schijnt, kunnen ze in principe naar buiten. Om lentekriebels van te krijgen, toch? Gelukkig werkt het weer dit weekend ook wel aardig mee. De zaterdag zal overdag vrijwel droog verlopen en zelfs de zon krijgt de nodige ruimte. Daarbij wordt het ook zo'n 13 graden, dus voorzichtig aan kan de jas alvast los. Zaterdagavond en ook zondag houden we het niet helemaal droog, maar veel regen zal er niet vallen. Naast de enkele buitjes is het prima voorjaarsweer en de temperatuur doet er zondag gewoon nog een schepje bovenop, met zo'n 14 graden. Ook in de nieuwe week blijft het vaker droog, maar doet de temperatuur wel weer een stapje terug. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 1 maart. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl. En volg ons ook even op de bekende social media. Maandag zijn we weer bij je terug. En dan zie je onder meer waarom veel klanten van dierenartsen, maar ook dierenartsen zelf, de grens met Duitsland overgaan over de zorg van hun huisdieren. Graag tot dan en een fijn weekend.